Hallo daar en welkom bij mijn 26e dag van mijn 30 dagen challenge on being grateful. Ik hoop het gaan goed met allemaal. Ik voel goed, ik voel gezien, de zondag. Ik voel net, dat is net good vibes my kind. So, ja, vandaagse topic is, what clothing article are you grateful for? So, kom eens kijken, is de story behind clothing. Clothing refers to anything that covers the human body. And wearing clothing is an exclusive human characteristic and it's a feature most human in most human societies. And the amount of clothing that you wear depends on the functional consideration, such as winter or summer, you know, and social considerations also, like as jy na trouwe toe gaan, ga jy mis nog nie met een sweetpak en so nie verstaan. Ga jy mis nog een bykie meer en wat. So, ja, en in sommige situaties, like hoe kan ek nou, in some situations, the minimum of clothing may be socially acceptable, while others won't be, like, comfortable with it, like, ek, hoe kan ek het nou vir julle verduidelik, is meer een matter van, ja, kijk, vat van my, nou, hoe ek nou hier lyk, nou, hier is een bykie cleavage, en een skull arms, en so, en dan kry jy moslims, waar alles bedek moet wees, en so, verstaan, so, in sommige cultures is het socially acceptable, en in sommige is nie, en dis wat ek daarmee bedoel. So, daar is baie redes hoekom ons dankbaar moet wees vir clothing. En om 'n paar te noem is dat hulle gee jou confidence as jy die regte attire aan het en anders jy net verstaan, jy het gee vir jy boost. En dit maak jou happy. En as ek glo dat as jy goed lyk en dan voel jy ook goed, want dis hoe dit in my geval is. En ek is seker is met ander mense ook so. So, ja, en het bied beskerming. It helps protect you against radiation. They are colorful. It keeps you warm in a winter's night. And they make you, like, survive extreme conditions. Like, sê nou, it's sneeuwy buiten. En dan kan jy veel dak aantrek, truie, jaste, en so. Om vir te beskerm die nere elemente daar buiten. And it makes us do things we would not usually do without it, like, sê my ek was naak, dan sal ek hier by die deur uit gestap het, maar die kleren gee vir my die guts om by die deur uit te stap, want ek is bedek. So, ja, en kleren, dit laat vir jou lag, en dit bring ook memories, soos in my geval, die clothing article wat ek voel grateful is hierdie eenste rok wat ek hier aan het. Hey. So, die story achter hierdie rok is in die jaar 2012. Ja. Ek het my matriek afskeid die einde November gehad. So, die eind van die matriek afskeid en toe kom ek huis toe en ek pak my kleertjies. Die volgende dag het ek getrek grap auto en die dag daarna, toe begin ek my eerste werkie, 1 December 2012, in Somerset West, by Rage, in die mall. En met my eerste pui van Rage, van my eerste werk, toe koop ek heel rokkie van my. Dit is op 'n boutiekwinkelkie aan die mall en ja, die rok is letterlik 8 jaar oud julle. Ja nee, dit pas nog jou te mal. Het hulle babiekie ook al gehad, maar the gal is nog jou. Pas nog. So ja. En ek love die polka dot feel. It actually for my, wat was het? Gister. Toen ek my so aan 'n lovely polka dot rok. Ek hou van polka dot. By Mr. Paris ook op. Julle sal het nog sien in my, op my wall. Ek sal nog pauze en wacht net vir die rechte geleentheid telk volgende zondag. Maar anyway. So ja, yeah, I will forever treasure this dress because, ek meen maar,
Ik kan wijzen wat ik nog met mijn eerste pij 8 jaar geleden gedaan heb. Verstaan? En een mens, jullie kennen die van als je dankzij af je gekoop die waarde wat je hecht aan. Zo, so, ja. Dat is hoe ik voel oor hierdie rokkie. En ja, ik voel trots als ik aan haar kijk. Of even zo nou als ik hierdie rokkie paradeer. Zo, so, ja. Yeah. En vandaag wil ik hier dat jylle moet reflecteren op wat ze kledingstuk jylle voor dankbaar is. En hoekom. En ja, dalk is daar ook zo'n storiekie achter die story, soos in my geval. So ja, en dan vraag ik jullie om asseblief morgen in te tune met my day 27. En dan wens ik jullie een lieflijke zonnig eindje toe. En ja, lekker slaap. Ta-ta.